Hoi, ik ben Wouter van Chesscool TV. En ik sta hier naast Lola ten Dunne. En Lola, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag gebollen van Quirinaber. Quirinaber. Ja. En Lola, we zijn een beetje in de war bij van de organisatie. We kijken natuurlijk een lijst en we zien een ratinglijst. En dan denken we, nou, Lola ten Dunne, ik had nog nooit van jou gehoord om eerlijk te zijn. Dus niet flauw bedoeld. En ja, die heeft een rating van 1300 en ze heeft opeens 4-4. Wat is er aan de hand? Ja, moeilijke vraag. Ik speel niet zoveel toernooien. Nou, wel redelijk. Alleen dat is vaak korte tijd. Nu heb ik lang de tijd. En vaak, hoe meer tijd ik heb, hoe beter ik word eigenlijk. Ja. Ja, en ja, daardoor, ja, ik speel ook bij volwassenen mee. En dan heb ik ook lang de tijd, 1 uur 45 minuten ongeveer. En ja, dan doe ik het ook goed. Dan win ik ook van 1800 spelers. Alleen ja, korte toernooien niet. Dus eigenlijk is jouw rating een beetje een grap tot nu toe? Ja, dat is ja, een beetje, ja. Ga je eerste worden? Nou, ik hoop het. Ik zeg altijd, ja, de volgende partij winnen. En als het niet lukt, ja, jammer dan. 4-4 is inderdaad geen slecht begin. Nee, inderdaad, nee. Dat is het niet. Nou, ik zou zeggen, laat zien hoe je de van Quirine Naber. Ja, ja. Oké. E4. Jij was wit of zwart trouwens? Ik was zwart. Zwart. Ja. E5. Mm-hmm. Loper C4. Loper C4. Paard C6. Paard C6. Paard F3. Paard F6. Allemaal de gebruikelijke zetten. Ja, klopt. Ja. En nu D3. D3. Loper E7. Mm-hmm. Loper E3. Tot hier kende jij het allemaal? Dat je vandaag dit is nog steeds jullie allemaal. Oké. En dan D6. D6. Klopt ook. En die speelt ze H3. H3. En dat is volgens mij geen D3. En wat vind je van die zet? Nou, op zich het is wel een oké zet, want inderdaad, ik wil inderdaad in theorie ben ik ook dat paard. Alleen, ja, dat kan inderdaad niet. Ja, die lopen naar geen spelen. Ja. Alleen, ja, het is ook weer een tempo zet, want ja. Maar ja, het maakt niet zoveel uit, want de zet is gesloten, dus je kan zoveel tempos maken als je wilt. Jij gaat gewoon lekker verder met je eigen paard. Ja, ik ga ook nou, in gaan ontwikkelen, probeer ik. Mm-hmm. Rokade. Gezond. Ja. Paard D2. Paard D2. Paard A5. Paard A5. Ja. Wat was het plan van paard A5? Ik wou eigenlijk het lopenpaar winnen. En ja, zij heeft geen C3 gespeeld, wat je normaal wel doet, zodat je, en ook niet loper B3, zodat ik kan terugzakken naar C2. Normaal als deze hier zou staan dan... Ja, en ook nog loper B3 had ze eigenlijk ook moeten doen. Dan kan die eruit komen, hè? Die lopen vaak. Ja, inderdaad. Het is een soort van Ruby Lopez eigenlijk, een soort Spaans. Mm-hmm. Alleen dan vanuit het Italiaans. Alleen ze doet het, ja, niet fout, maar ze doet het anders, zullen we maar zeggen. Het is anders. Het is niet slecht, maar het is ook niet goed. Ja, nee, ja. Zij ging terug? Ja, ze ging terug inderdaad. En ja, nu sloeg ik erop. Ja. We hebben paard. Dus ik sloeg ik naar met A. Die twee zijn van mij. Ik stop ze in mijn zak. Ja. Toen deed ik C5. Waarom deed je C5? Ik heb nu het lopenpaar en de stelling op dit moment is gesloten. En mijn plan was gewoon, ja, ik maak het open, zodat mijn lopers actief worden. En ja, dan heb ik eigenlijk al verder gewoon. Mm-hmm. Dat probeerde ik te doen. En ze valt natuurlijk deze pion aan. En daardoor kan je het nu verhinderen. Nee, totaal niet meer. Het was gewoon, ik pak het centrum. Ja, en ik probeer aan te vallen op de dameskant. Ja, en je kan inderdaad ruimte maken. Maar het is ook een heel goede zet. Ja, oké. Wij hebben deze partij geanalyseerd, David en ik. We zaten wat kijken van, wat een goede zet. We zaten er zo, wat moeten we nou doen? Ja, C5 is een goede zet. En hup, vervolgens speelde je C5. Dus dat is goed. En hoe ging het verder toen? Toen speelden ze Rokade. Dus speelde ik B5. Ja, gewoon verder gaan, hè? Ja. B4. Mm-hmm. Op zich was dat... Ja, ik vond zelf dat ik B5 iets te snel deed, want nu kan ze wel haar dubbelpion oplossen. Dat was wel een beetje jammer. Ja. Toen had ik had ik heel eventjes iets anders moeten doen. Misschien dat je in plaats van B5, eerst even A5. Ja, inderdaad. Ik had eerst A5 moeten doen. Zodat ze naar B4 kan. Ja, klopt. Deed iets te snel. Want B4 is wel een goede set. Ja, nu lost ze gewoon haar dubbelpion op en ja, ik kan niet zoveel tegen doen. En als je zelf slaat, dan... Ja, dan slaat je met je toren op. Ja. Inderdaad, en het is ook sowieso is het niet mooi. Nee. Maar... Oké. Okay. Hoe ging het verder? Toen dame C7. Dame C7. Dekte pion. Ja, B slaat C5. Mm-hmm. En jij sloeg met de pion, ja, toch? Klopt. B3. B3. Ja. Wat vond je daarvan? Nou, op zich, ik snap haar wel, want ze wil niet dat ik C4 speel. Nee, ik vind toch... Ja, best wel verzwakking van je. Je laat wel zwakke velden achter. En op zich had je paard ook nog kunnen staan. Het wordt een beetje de gaten kaas, ja. Hè? Maar ja, op zich, ik kan er niet echt gebruik van maken, want mijn zwarte loper staat ook ingesloten. Dus. Mm-hmm. Die moet eerst goed worden.
Maar het is inderdaad, het is een zet. Ja, half. Het is niet heel, heel ambitieus. Nee, nee, oké. Het is niet, we gaan er even lekker voor knallen. Nee. Ja, nee. Maar ja, hoe ga jij verder? Ik speel de F-toren naar D8. De F-toren naar D8? Ja, deze toren. Ja. Ja, gewoon een open lijn. Ja, en ik dacht, ja, ik wou nog steeds 7-4 spelen op zich, want ja, dat paard had ook gepend. Ik probeer eigenlijk 7-4 voor te rijden. Ze deed toen toren A2. Toren A2? Ja. Dat is een vreemde zet, hè? Maar... Ja, ik vind het een beetje, ik snap wel, ze wil wel verdubbelen of zo op die lijn. Wat zou jij in deze stelling doen als jij zelf Als ik wit was? Ja? Kijk hoor. Nou, niet die toren in ieder geval. Nee, ik zou... Nou, nog niet nu. Het is niet makkelijk, hè, eigenlijk. Nee. Kijken. Ik zou het zo ook niet weten. Door deze drie pionnen heb je zoveel activiteit. Ja. Dat eigenlijk Querina eigenlijk niet zoveel meer kan doen. Nee, dat is waar. Maar dit is het. Het is ja, ik snap het wel, maar het blijft maar een beetje raar. Maar je kan niet verdubbelen, want ik speel gewoon... Ja, A6 en het staat gedekt. En zo ging het ook toch volgens mij? Ja, klopt. Maar nog niet nu. Is voor de loper B7? Nee, dat deed ik niet. Ik deed niet loper B7. Ik speelde paard E8. Paard E8? Ja, ik wou eigenlijk F4 voor bereiden. Maar je wilde die een keer doen? F5 bedoel ik inderdaad. Sorry. Maar dat was niet zo, ja, niet zo slim. Nou, ik wou eigenlijk mijn paard ook anders zetten. Ik wou hem naar... D6 inderdaad. D7, ja? Nee, ik bedoel van E8 naar D6. Oh, okay. Dus ik speel paard E8. Dan wou ik hem naar D6 doen en dan wou ik hem nog eens een keer voorbereiden. Ja. Ja, en op zich, als dat niet zou kunnen, inderdaad, als we bijvoorbeeld per ongeluk een andere zet doen, zou ik ook nog F5 willen spelen. Zodat ik het openmaak voor mijn witte loper. Ja. En het pakt ook heel goed uit, want jij ging inderdaad hierheen. Ja, alleen ze speelde de dame naar. Ze speelde dame A1. Ja, dus speelde ik F6. Ja, dat is een heel goede set, toch? Ja, op zich wel. Alleen ik vind mijn zwarte lopen wel heel erg slecht. Ja, heel erg lelijk is het. Ja. Maar ja, kijk, die dame die kijkt naar een pion die nooit kan slaan. En die loper is nou ook niet geweldig. Nee, klopt. En die toren kan niet meer weg van A2. Klopt, die toren staat ook niet een beetje raar. Ja. Oké. Okay. Tot zover een goede set. Oké, toen speelde ik... kijk hoor. Ja, jij oh nee, dat is die toren D1. Nee? Ja, F6, dame... A1, F6 en dan toren D1. Toren D1? Ja. Mm-hmm. En toen speelde ik A6. A6. Gezonde zet. Ja. Gewoon die druk er een beetje weghalen. Ja, klopt. Ja. Paard B1 speelt ze. Mm-hmm. Ze probeert een beetje de stukken vrij te maken, een beetje beter neer te zetten. Ja, denk ik ook, ja. Speelt dus nu loper B7. Loper B7. En als je nu naar de stelling kijkt, wat zie je dan? Had je het idee dat je ging winnen of dacht je van, nou, dit kan nog wel eens... Nou, ik had niet het idee dat ik ging winnen, nee. Kijk, op zich, het ziet er goed uit, inderdaad, maar ze kan hem nog dichtschuiven. Ja, het wordt wel lastig, want ik heb het loperpaar en als het dicht is, ja. Eigenlijk moet ik... Ik dacht nog even, zal ik nog een pion offeren, zodat mijn lopers vrijkomen? Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel iets te veel, denk ik. Ja. Maar ik vind, ja, wit staat inderdaad niet fantastisch, maar wit staat ook niet slecht of zo. Ja, wit staat heeft een beetje weinig ruimte. Ja. Het staat een beetje raar daar. Ja, klopt. Ja, ik vond toren A2 was niet echt zo'n fantastische zet. Het staat een beetje ongelukkig eigenlijk. Ja. Maar jij ging gewoon verder met je plannen. Ja. En gewoon je stukken beter blijven zetten. Dan wordt het volgens mij, ga je steeds beter staan. Ja. Hoe ging jij nu verder? Wat was je plan? Ja, mijn plan is inderdaad C4 te spelen. Mm-hmm. En dan probeerde ik met alle mogelijkheden dat te doen. Alleen, ja... Op een gegeven moment lukte dat niet meer. Toen pakte ik, dan ga ik iets te snel. De vaste partij. Ja. Maar, dat maakt niet uit. Ja. Nee, in ieder geval, het lukte niet toen. En toen pakte zij het initiatief. Toen begon ze mijn koningsaanval. Maar ja, het was iets te laat. Want ik speelde gewoon C4 alsnog. Ja, jij wil C4 laten spelen. Zodat de lijnen open gaan. Ja. En zodat jouw lopers er uit kunnen. Van bijkomen. Ja. Ja. Dat is ook een heel goed plan. Ja. Dus paard B1. Hoe ging jij toen verder? Loper B1. Oh nee, heb je al gedaan. Ze speelde paard A3 nu. Paard A3. Ja. En dan wil ze daar C4 mee tegenhouden, denk ik. Ja, klopt. Ja. Paard D6. Paard D6, ja. C4 weer voorbereiden. Ja, en nu speelt ze paard D2. C4 weer tegenhouden. Ja, en met deze zet heeft ze hem eigenlijk tegengehouden. Want nu kan ik hem niet meer opspelen. Nu is die zit vast. Ja,
Maar het probleem is wel, haar stukken moeten precies exact zo blijven staan. Ja. Met die paarden en ja, die pionnen, anders ja, kom ik er toch doorheen. Ja, dus die staan eigenlijk allemaal vast. Ja. En omdat die twee vast staan, staan deze ook al een beetje bij elkaar, een beetje vast. Ja. Dus nu ga je een nieuw plan bedenken. Ja, ik dacht inderdaad nog, zou ik iets dan alsnog F5 spelen, daar proberen. Ja, het was nog wel lastig, want die dame die valt wel die pion steeds aan. Ja. Dus ja, toen probeerde ik, ik ging toen, voor mij speel ik nu toren E8. Zodat ik dan die loper erachter en dan alsnog F5 kan doen. Alleen zoals eerder dan. Eigenlijk probeerde jij dat die toren zit hier en die loper ja, zo weg en dan nog op deze lijn misschien een keer in te zetten. Ja, en dan nog F5 en dan opmaken. Dat is een heel goede zet, want natuurlijk die toren is nu weer vrij, want die staat het paard te kijken. Ja, alleen die speelt dus eerder, ze speelt F4. Ja, ze gingen proberen druk te geven. Dat is een goede zet, vind ik. Mm-hmm. Ja, ze moet wat. Ja. Alleen inderdaad, ik speel nu volgens mij die loper erachter. Ik speel die loper erachter, alleen dat is niet zo. Zodat je die pion weer dekt, hè? Ja, alleen dat is niet zo'n goede zet misschien, want nu speelt ze hem door. Maar kijk, op dit moment hè, staat alles gedekt. Ja. Maar jouw toren moet hier wel blijven staan. Oh nee, ik speel niet de loper erachter, sorry. Oh, nee, dat deed ik niet. Je speelde volgens mij je paard. Ja, je paard speelde ik inderdaad. Ja. Dat was niet zo'n goede zet. Ja, het dekt wel die pion gewoon, hè? Ja, maar nu kan ze hem doorschuiven en dan sta ik verkrampt. Dus het is niet echt. En ze schoof hem door, ja, hè? Ja, ze schoof hem door. Schoof hem hier al door? Of deed ze dat een zet later? Mij wel. Volgens mij dat ze dat zet later. Nee. Nee? Nee, ze heeft nu al bar. Zie je wel, je kent je eigen partij. Dat is maar goed ook. Ja. Maar dat doorschuiven, hè? Wat zorgt ervoor in de stelling? Wat brengt dat? Kijk, op dit moment, hè? Mm-hmm. Dreig jij natuurlijk die te slaan? Ja. En die dame die dreigt in het spel te komen, omdat die pionnenketen kapot gaat. Ja. Ja. En als ze dan doorschuift, natuurlijk kan ze dan uiteindelijk kan ze hier wel gaan aanvallen. Maar het zorgt wel voor dat die hele deze allemaal veilig zijn. Dat is waar. Ja. Maar jij dacht toen ze doorschoof van, oh jee, dit. Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht wel van, ja, ik vind wel dat ik nu een beetje verkrampt sta. Want ja, ik dacht nog, zal ik ook nog een plan maken met koning H8, die toren naar G8 en dan dat G6. En dat ik dan een koningsaanval hier begin, want dat punt is gewoon heel zwak. Mm-hmm. Alleen, ja, kijk, moet ik ineens, het vervelende is, moet ik ineens een heel nieuw plan, want dat gaat niet door, dat plan is ook alweer door, moet ik weer een nieuw plan. Ik vond het wel een beetje irritant eigenlijk. En zij gaat zo meteen natuurlijk de stukken zo koning neerzetten. En dan moet je maar opletten dat je genoeg stukken er hebt. Ja, klopt. Ja. Dus jij bedacht iets nieuws? Ja. Ik dacht inderdaad dan, het was wel lastig. Voor mij hier pakte zij het initiatief, dus hier moest ik echt even op haar reageren. Ja, je moest even gewoon opletten. Ja, ik moest reageren op haar. En wat deed jij nu? Volgens mij speelde je loper naar achteren. Ja, volgens mij ook. Even kijken hoor. Nee, dat deed ik niet. Ik deed toren C8. Toren C8. Niet een goede zet. Welke deed je? Ja, die toren inderdaad, ja. Ik vind niet zo'n goede zet. Waarom niet? Ja, ik weet niet. Ik vond gewoon, ik had hem gedaan en toen dacht ik van, nee, het was niet de zet die ik wou. Ik dacht van, inderdaad, hij kan toch niet doorgaan, snap je? Ja. C4 is gewoon afgezet. Het gaat toch niet lukken, voorlopig. Nee, klopt. Ja. Aan de andere kant, hier deed de toren ook niet zoveel meer. Nee, als waar. Nee. En hoe ging zij verder? Zij ging? Zij deed toen de toren F1. Ja, toren F1. Toren F1. Inderdaad. Ja, zij ging proberen een aanval op jouw koning te bereiden. Ja, klopt. Ik dacht ook dat ze iets van toren heeft die toren G3 zou doen en dan dame G4. Ja. En in deze met een matte dreiging. Ja, en dan met loper H6. Dus wat deed jij naar toren F1? Toen deed ik mijn loper volgens mij naar. Nee, ik deed paard D6. Paard D6. Ja. Ja. En nu ga je toch weer inderdaad zometeen weer die proberen te doen. Ja, inderdaad. Ik probeer het inderdaad. En je paard heeft een functie natuurlijk hier gehad om die pion te dekken. Ja, en nu staat hij niet meer aangevallen, dus nu kan je weer wegspelen. Ja. Ja. Toen speelden ze dame D1. Dame D1. Ja, zij gaat gewoon alles naar je koningsvleugel zetten. Ja. Maar het probleem is dus, ze kan niet echt alles erheen halen. Nee, want deze staat nog heel erg raar. En die paarden die moeten daar blijven staan, want anders breek ik gewoon door op C4. Hooguit die drie om mij aan te vallen. Ja, en die pion, G4. En de pion, ja. Maar ja, dat is het. Maar is de vraag is dan, haal je het ermee? Ja. Maakt hij je zorgen op dit moment? Nee, eigenlijk niet, want ik dacht zo van, een beetje natuurlijk van een beetje link met die koningskant, maar ik dacht voor mij, ze komt er niet doorheen. Ja. Want het zijn maar drie stukken en daar haal ik niet mee. Nee, en zo pakte het ook uit inderdaad. Ja. Jij speelde hier? Toen speelde ik loper F8. Ja, dat vonden wij allemaal een goede set hoor. Ja? Ja, wij dachten zo, jij ziet inderdaad dat die drie dan naar de koningskant gaan.
En met die Z zorg je ervoor dat je, nou, je G7 dekt. Mm-hmm. Dus dat als ja, het zo, dat dat vastgedekt is. En je zorgt ervoor. Ja, met dame, daar ging het ook vooral, omdat die gelijk erheen kan. En je zorgt dat je torenlijn opengooit. Ja. Dus aan alle kanten vonden wij dachten van, nou, dat is een goede set. Ja. En zo pakte dat ook uit, hè? Want ja, zij klopt. Ging nu. Dus ze deden die dame geen 4. Ja, zij ging door met aanvallen. Ja. Maar voordat zij inderdaad, ze moet eerst die doen, dan moet ze die doen. En dan heeft ze alsnog dreigt ze niks. Nee, want ze kan er niet op slaan. Nou, ze kan wel iets met loper H6 proberen. Maar ja, dan kan ik ook nog met mijn koning naar H8. En dan. Mm-hmm. Ja, dat is niet. Ja. Voordat zij aanval heeft, duurt het nog wel even. En nu ging jij natuurlijk aanvallen. Ja, nou, nog niet. Ik deed eerst nog mijn dame naar F7. Ja. En wat was daar? Ja, ik dacht nog, ik zou G6 doen. Mm-hmm, zou ook nog een goede set kunnen zijn. En dan slaan en dan slaan en dan. Maar dat is wel link. Dat is wel link, hè? Ja, dat is wel lastig. Ja, uit dame F7 vonden we ook allemaal een goede set. Dat is inderdaad, nu dek je naar dit gebied nog beter. Ja, en inderdaad, ik heb ook nog die penning op die pion bij die toren. En inderdaad, je bent hier helemaal bezig. Ja. Dus je zorgt ervoor dat deze nog een keer beter doorheen komt. Maar dat deed hij daar ook op de VD. Ja, maar nu heb je en je toren en je dame. Ja. Zou je eerst met je toren kunnen slaan natuurlijk op C4. Nee, dat was wel een goede set. Mm-hmm. En toen speelde ze paard F3, dat is de fout, de beslissende fout. Paard F3. Zij wilde nog meer aanvallen? Ja, maar dat kan niet, want dat paard heb je nodig voor de verdediging van dat punt. En nu maakt ze dus de grote fout en nu gaat het fout. Ja, dus nu ging je eigenlijk gelijk naar nu deed ik het. Ja, C4. Ja. Dat is fijn. Mm-hmm. Even kijken, dus B slaat C4. Jups. B slaat C4. Zo. En dan speelde ze toren C1. Toren C1. Dat is een foute zet. Wat zou jij hebben gedaan als je wit was? Ja, even kijken hoor. Of had je nu al opgegeven? Nee, dat niet. Maar ik had niet geslagen inderdaad. Ik had. Want wat gebeurt er als we? Ik ga een domme vraag stellen hoor. Maar stel nou, ik sla gewoon. Ja. Wat zou jij dan doen? Kijk hoor. Ik zou niet gelijk terugslaan op die pion. Ik zou met mijn loper op E4 slaan. Ja, want dat gebeurt inderdaad. Hè? Als die pion nu. Oh jee, het stopt allemaal in. Kijk, als die hier staat, dan heb je nog een mooi kettingje. Maar zodra die is weggelokt. Ik kan niet met mijn loper slaan. Ik moet mijn paard slaan. Met je paard zelfs. Loper kan ook. Ja, loper kan ook. Loper kan ook. Kijken we deze inderdaad. Loper kan. Ja, dat kan. En nu moet je de pionnenstructuren vergelijken. Kijk, als je ziet. Jij hebt er 5, maar die zijn wel allemaal. Nou, die 4 zijn allemaal bij elkaar. Ja. Deze staat er ook niet gek. Ja, die dubbelpion die gaat wel vallen. En als je kijkt bij Quirine de pionnen, die staan naar deze 2, die staan heel lelijk. En die gaat het ook niet overleven. Nee. Want er staan die 2 op. Dus eigenlijk heb je er nu voor gezorgd dat je die hele pionstructuur hebt kapot gemaakt. Dat was wel een goede set natuurlijk daardoor. Ja. Dus eigenlijk kan ze niet slaan. Nee. Klopt. Maar ja, ze kan wel iets van. Ja. Van toren. D1 had ze wel kunnen doen, denk ik. Deze? Ja, zoiets. Maar ja, dat is ook lastig. Gewoon, Mm-hmm. Dat kan. Maar ja, kom ik er ook nog in dan met toren C3. Kan je er ook nog in komen. Ja, maar dus dan zou je 1 keer slaan. Ja, ik zou wel slaan. En dan. Ja, zoiets. En dan torenverdubbeling of zo. Ja. En dan probeer je op de tweede rij binnen te komen. Ja, als je nu kijkt over de welke stukken nou goed met elkaar samenwerken. En die 2 torens is dan. Die hebben geen band met elkaar. Jij kan zo meteen die erbij zetten. Kan je hier naartoe? Ja, niet als je loper. Naar de tweede rij zou ik het zetten. Tweede rij. Ja. Oh nee, dat kan niet. Nee, dat kan ook niet. Of je gaat het paard wegspelen. Kan ik hem slaan en dan. Ja, kan ook. En, wat ik helemaal zie, dat kan je alleen zien als je van afstandje staat. Jouw dame valt de toren aan. Oh, gek. Oh, dat was ook jouw dreiging in de partij even. Hè? Oh, ze kan niet terugslaan. Dat was het ook, want inderdaad. Inderdaad, ze kan niet terugslaan. In de partij was het ook zo volgens mij. Dus hier. Ja, klopt. Ik zag het niet. Ze kan niet terugstaan. Ze kan niet terugstaan. Jij sloeg. Ja. En toen wilde ze terugslaan, maar de toren hangt. Ja. Dus C4 was eigenlijk wel een heel goede set voor jou. Ja. En hoe ging ze? Ze deed toren B2. Toren B2. Voel jouw loper aan. Ja. Dus maar die loper staat gewoon gedekt. Dus ja. Dat werkt niet echt. En nu heb je al 1, maar je kan nu niet met je paard slaan. Nee, oké, inderdaad. Je hebt nu al 1 pion extra. En wat deed jij toen? Ja, met mijn loper sla ik op E4. Dat was de tweede pion. Toen ging het lekker, hè? Ja. Nu dacht je, nou, dit gaat wel goed komen. Ja, inderdaad, dat dacht ik inderdaad. Toen speelden ze. Kijk hoor. Oh, we zijn nu al heel ver. Even kijken.
Moet ik even denken. De laatste set is loopman E4. Set 20? Nee, dat is verder hoor. Zijn echt, kijk, B-staat, D-staat, C, tot de B2, ja, loopstaat inderdaad. En dan C-staat D3. Zij slaat zo? Ja. Ja, ze pakt tenminste nog een pion terug. Ja, dan sla ik met mijn loper op F5. Loper staat F5. Sloeg je niet eerst hier? Of is dat... Oh ja, inderdaad, ja. Ik inderdaad. Hup, gelijk, door inderdaad eraf. En je sloeg op F5. Ja. Ja, nou dat was dus je tweede pion voorsprong. Ja. Toen dame moet weer weg, dus dat speelt lekker makkelijk. Want ja. Elke keer moet die dame, moet ze weer reageren. Mm-hmm, dame A4. En toen, ja, loper slaat D3, sorry. Loper slaat D3. Drie pionnen voor. Ja. En als je nu naar de stelling kijkt ook, eigenlijk heb jij geen enkel punt waar zij op kan aanvallen. Nee, ja, die pion. Ja, oké, maar in het ergste geval gaat die pion eraf. Ja, dat gebeurt ook. Alleen, ja, het speelt door de D2 en toen denk ik, ja, toen speelde ik mijn loper terug. Maar ja, ik had hem inderdaad gewoon kunnen dekken met... Ja, maar je hebt er al twee voorsprong. Dus. Ja, oké, dat is wel waar, maar dan had ik drie voorsprong gehad. Dat is waar, dat is waar. Ja, je bent ook niet snel tevreden, hè? Nee, inderdaad. Ja, had ik hier E4 moeten doen. Ja. Ja, E4 was een goede zet geweest. Ja. Want dan moet het paard ook weer gelijk weg. Mm-hmm. En dan daar kan jij weer een zet spelen. Ja, klopt. Maar als je gewoon naar de stelling in het algemeen kijkt. Op dit moment, al haar stukken staan her en der verspreid. En jouw stukken staan redelijk goed bij elkaar. Ja. Ja. En jouw koning staat veilig. Haar koning staat een stukje minder veilig. Die toren staat raar. Die loper staat raar. Paard staat raar. Ja. Het staat een beetje uit elkaar geslagen eigenlijk. Ja, klopt. Inderdaad. Nou, hoe ging het afmaken? Ik speelde loper F5 volgens mij. En toen speelde ze dame slaat A6. Dame slaat A6, ja. Ja. En toen dame C7. Daar, wat was het? Daar valt gewoon een loper aan, hè? Dat ja, dat was weer. Ja, ik probeerde mijn dame gewoon actief te zetten. Gebruik maken van open lijnen. Ja, dat probeerde ik te doen, alleen al met mijn dame. En dan speelde ze paard naar C2. Ja. Toen maakte ik een fout daarna. Paard C2. Ja. Ik dacht, jee, ik win een stuk. Dus een beetje, ja, ik keek. Speelde je hem ook heel snel, of niet? Nou, ja, redelijk, ja. Maar ja, ik had 4-5 minuten, ik had gewoon even moeten kijken. Het sloeg gelijk, dat was een beetje dom. Nu geef ik gewoon voor niks mijn loperpaar op, eigenlijk. Ja. Inderdaad, je had het ook nog even kunnen wachten, want het paard staat toch gepent, hè? Ja. Als het paard weg gaat, gaat de loper... Dus misschien had je nu deze terrein... Ja, inderdaad, die had ik moeten doen. Toch echt kunnen doen. Ja. Zodat je vervolgens wel om kan slaan. Ja, dit te vroeg. Want nu moet zij... Paard E1 spelen volgens mij. Nou ja, dat is ook... Nee, ze kan ook dame schaak geven op A2. Ja, dame A2 schaak, kan ook. Dan moet je koning weg. Dan zal ze uiteindelijk zal ze toch ja, en dan die moeten dekken. Zoiets. Dan, ja. Maar ja, als je nu kijkt naar de stelling. Zij staat helemaal op de onderste twee rijen. Ja. En jij hebt actieve stukken die op alles kijken, lopers. Nou ja, zometeen kan je inderdaad hebt dat paard hier naartoe spelen. Ja, kan het nog. Moet die toren weer weg. En dan kan je je loper er al bij halen, bij wijze van spreken. Ja. Waar zullen we hem neerzetten? Hier. Ja, daar ga ik gewoon. Ja. Je kan ook met je dames... Oh nee, dat kan niet. Die toren staat daar. Nee, dat kan niet. Maar je staat hier heel goed natuurlijk. Ja. Ja. Dus hier dacht je, ik ga winnen, maar ik moet het nog even goed afmaken. Ja, alleen ja, ik deed het fout. Ik sloeg met me. Je was te snel. Ja, te snel. Te enthousiast. Ja, ik sloeg dus op C2. Ja? Ja, dame A2 schaak. Haar truc, dame ja, A2 schaak. Ja, toren. Koning H8. Koning H8, volgens mij. Ja, en nu slaat ze met de dame. Dat is een fout. Want het was beter geweest. Waarom? Wat is er fout aan de dame? Nou, dan kan ik gewoon dames uitwisselen. Ik heb 2 pionnen voorsprong. Dus dat is gewoon. Ja. Als je voor staat in de rel. Ja, dan is het altijd gunstig. Mm-hmm. Dus toren was iets handiger geweest. Ja, denk ik ook. Ja, is ook zo. Ze deed die en jij wil natuurlijk gelijk dames. Ja, het vervelende is, ja, ik wil niet alleen dames, ik wil ook gelijk torens. Want nu speel ik gewoon toren C8. Dus ja. En dan kan ze niet weg, want wat gebeurt er? Ja, dan slaat hij de loper. Dan slaat hij loper, ja. Ja. Maar ja, ze dekte met paard E1. Ja. Dus jij sloeg hem er ook af? Ja, ik sloeg hem er ook af. Hop. Die is ook meegenomen. Ja, en nu is het, ja. Ja, en nu. Ja. Nu is het eigenlijk wel... Over. Ja. Was het nog moeilijk hierna?
Nou, ja, op zich wel, want op een gegeven moment sloeg met mijn loper, met haar loper sloeg ze op mijn paard. En dan had je loop tegen paard. En normaal in stellingen is, als de pil aan één kant staan, is het paard gunstiger. Ja. Want het paard is korte afstand een stuk en loper lange. Mm-hmm. Dus dan is het gunstig als alle pil aan één kant staan. Dus dat was nog wel lastig, maar het lukt wel. Maar twee pionnen, dat was nog wel genoeg. Ja, je loopt gewoon met je koning naar het centrum en je stoomt die pionnen op. Ja, en ze heeft geen stuk meer om tegen te houden. Vlotte partij? Ja. Nou, niet vlot. 4-5 uur geschakeld over. Ja, we schakelen nu altijd. Ja, dat is waar. Dat hoort er helemaal bij. Ja. En heb je al concurrenten gehad? Ja, Maaike Keetman, daar heb ik van gewonnen. Dat was welke ronde heb je daarvan gewonnen? De eerste. De eerste ronde? Ja. Het was gelijk een opstel. Hoe ging die partij? Ja, die ging wel goed. Ja, inderdaad. We stonden... de hele partij stond wel goed. We deden schot. Alleen ze speelde een soort beetje verdedigend. Ze speelde G3. Ja. Dat is niet, je moet gewoon een beetje aanvallend zijn in schot. Een beetje F4 ja, en alles klopt. Erbij. Ja, alleen dat deed ze niet. Ja. En ja, een beetje verdedigend speelde ze. Maar op een gegeven moment won ze wel een pion van mij. Toen had ze een geïsoleerde vrij pion. Die blokkeerde ik toen, gewoon met mijn toren en mijn dames. Dus ik kan niet meer verder. Toen was het eigenlijk gewoon de mise. Alleen, ja, Maaike Keetman wel geen mise tegen 1300 tweeder. Dat is jouw geheime wapen. Jee! Je denkt jouw reten, nou, dan ga ik even Ja, klopt. En ja, op een gegeven moment sloot ik ook haar toren in met een pion. Ja, die kon niet meer verder. Toen speelde ze met een stuk minder. Toen ging ze nog dames uitruilen. En ja, dat is over, want dan loop ik met mijn koning naar die toren. Ja, dan offer ze haar toren. Maar ja, het dus is voorbij. Dus moeten wel even thuis de partij erbij pakken, want het is heel technisch klopt. Allemaal. Ja, het is heel technisch. Alleen de partij is volgens mij niet, het digitale bord werkt niet. Dus, we gaan hem nog opzoeken. En ben je al gebeld of ge-sms'd door vriendjes of vriendinnetjes? Nee. Nee? Je begrijpt wel dat dit na deze uitzending natuurlijk wel komt. Nu heeft iedereen jou ernaar gezien. Ja, ik hoop het. Nee, maar je bent zelf verrast, maar toch niet helemaal. Komen er mensen hier in het toernooizaal naar jou toe en zeggen van... Hé, maar ik wist helemaal niet dat jij zo goed was? Of... Nee. Dat komt allemaal door. Ja. Als je zo meteen 9 keer hebt gewonnen... Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Misschien win ik 9 keer, maar gewoon de volgende partij ga ik proberen te winnen. Ja. Altijd elke partij. Ja. Hey, dankjewel. Ja, oké. En succes. En laten we voor jou hopen dat je eerste wordt. Ja. Je maakt het niet spannend als je alles wint, hè? Dat ben je wel wel altijd barrage natuurlijk. Ja, oké. Maar ja, hey, succes. Ja, dankjewel. Zet hem op. Oké. Yes, gaan we de hand geven. Dat hebben we dat gehad. Dat staat er mooi op de camera's op. Papa. Oké. Ga ik mijn zakken leeg maken?